Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Zorgtalent. Vanuit Move Your Skills van de Rabobank en ROC Leiden kijkt u naar een nieuwe aflevering van Unity Platform. Presentatie Leendert Beekman. Welkom bij weer een nieuwe uitzending van Unity Platform. En vandaag een leuke uitzending, want we gaan goochelen. Verder hebben we het over poëzie en over de Leidato. Abracadabra, een late night show over magic en science. 8 november wordt deze avond georganiseerd bij Raamsteeg 2. En bij ons, goochelaar en presentator van de avond, Tilman Andries. Goedenavond. Dankjewel, goedenavond. Ik heb me hier ontzettend op verheugd. Want ik was, toen ik een kleine jongen was, had ik een goocheldoos. En dat was naast mijn Lego, was dat mijn favoriete speelgoed. Ah, ik ook. Ik mag er nog steeds mee spelen, ja. Ja, want wat is dat? Waarom? Het is natuurlijk ook magie, het zegt het vanzelf al. Maar wat is de aantrekkingskracht? Nee, ik had een goocheldoos, maar ik ben even later op mijn 8e verjaardagsfeest doorgezaagd door een goochelaar op mijn verjaardagspartijtje. En de schrik in de... De benen zitten er nog wel aan. De schrik in de ogen van mijn ouders, die heeft het... gedaan, denk ik. Ja, en ja. Want vroeg het al voor de uitzending even aan je. Wat is nou het verschil tussen een goochelaar en een illusionist? Ja, nou, zoals jullie in het Nederlands die termen gebruiken, is de illusionist de podiumgoochelaar die met meubilair, kisten en dozen en zo aan het werk is. En de goochelaar degene die het handenwerk doet. Ja, en het handenwerk, dan moeten we echt aan de kaarten, touwtjes, balletjes, bekers enzovoort, precies. Oké, en nu jij presenteert dat, die Klopt. Late night show over science en magic in de Raamsteeg. Wat gaat daar precies gebeuren? Want het is natuurlijk een opvallende combinatie, niet per se een opvallende combinatie, maar het is wel een leuke combinatie, die magic en science. Nou, we hebben een heel bond programma. We hebben twee goochelaars, waaronder ik ben daar één van. De andere is collega Victor Mits, een arts die tegelijkertijd goochelaar is en die zichzelf neuromagician noemt, dus die met je hersenen goochelt. We hebben daarnaast drie wetenschappers. We hebben een computerwetenschapper die blijkbaar in zijn colleges, dat is Peter McCowan van de University of London, die in zijn colleges computerwetenschap aan studenten computerwetenschap uitlegt aan de hand van K-trucs. En dan hebben we nog een antropologe die onderzoek doet naar magische kruiden in Suriname. En een antropoloog die over moderne hekserij gaat praten. Dus het is heel bond, van goochelkunst tot echte magie. Oké, want laten we er even twee uitpikken. De magie uit Suriname, de antropologe, het Winti-geloof. Ja. Wat kan je al een tipje van de sluier geven? Wat daar dan precies gaat gebeuren? Nou, dat is Tinde van Andel. Zij is onderzoekster bij Naturalis. En zij noemt zichzelf een kruising tussen cultureel antropoloog en botanicus. Volgens mij is zij begonnen als botanicus. En zij publiceert hele gedegen botanische taxonomieën van planten in Suriname. Maar zij houdt zich daarna bezig met de verhalen die daarachter zitten. En met name met de vraag, waarom is deze plant in dit plaatselijke geloof een magische plant geworden? En wat gebeurt er precies? Ze raken in trance als ze die planten... Er zijn hele verschillende dingen. Er zijn zelfs planten blijkbaar om het bolletje slikken wat soepel te laten verlopen, heb ik begrepen. Al deze dingen doet zij onderzoek en daarvan doet zij verslag. En ik mag haar interviewen op die avond. En magic met the mind, dat was het eerste wat je zei. Ja. Dat is gewoon de illusies die we wel eens op Facebook bij een computer zien. Dat je een plaatje krijgt op de computer en je daardoor eigenlijk voor de gek wordt genomen? Nou, er is de laatste tijd heel veel belangstelling voor de goochelkunst vanuit de psychologie en de hersenwetenschap. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, de goochelaar die kan alles uitbuiten waar iets misgaat in je hersenen. En als het goed is, doet de psychologie onderzoek naar dat soort fenomenen. Maar heeft de psychologie er dus ook iets aan om te kijken naar al die fenomenen waar goochelaars dus misschien al duizenden jaren van gebruik maken, terwijl de psycholoog daar nog helemaal geen weet van had. Dus op die manier hebben we daar een kruisbestuiving. Ik hou me daar een beetje bezig vanuit de kant van de filosofie, dat is mijn achtergrond. En mijn collega die houdt zich daarmee bezig vanuit de kant van de geneeskunde. Want kunnen we daar eventjes ik kan natuurlijk niet het tipje van de sluier geven. Nou, ik kan wel een tipje van de sluier geven. Kan je vertellen, hoe werkt dat, hoe werkt dat precies met misbruik maken van... je brein, want dat is wat jullie doen als je een illusie aan je voorlegt. Nou, als filosoof, ik ben erg geïnteresseerd in redeneerprocessen. Wat je bij het goochelen altijd moet hebben, is de overtuiging dat iets hier en nu onder deze omstandigheden onmogelijk is.
En zo'n overtuiging die is altijd beredeneerd, daar kom je niet zomaar op. Maar je hebt een paar overtuigingen en vanuit mensen daaruit kan je niet door midden zagen, dus als dat gebeurt, dan zou dat precies, en dan heb je nog dingen als, nou dat tafeltje is heel erg dun, dus er zal weer geen tweede persoon, zal wel geen tweede persoon inzitten enzovoort. Dus het is onmogelijk dat je nu hier een doos hebt, heel klein, waar twee voetjes uitkijken en hier een doos waar alleen maar een hoofd uitkijkt enzovoorts. Dus het is onmogelijk dat, nou op dat moment is waarschijnlijk de illusie, het is onmogelijk om die twee helften weer aan elkaar te voegen en toch gaat het gebeuren. Ja, ik zag laatst een film en daarin zeiden ze eigenlijk, de truc van de goochelaar, de illusionist, aha, is te zorgen dat de echte truc gebeurt waar je niet kijkt. Dat is je wordt afgeleid. Ja. En dan is dat de truc? Nou, ik denk dat dat een beetje toespeelt op het meest gangbare begrip van goochelen dat je zo hebt. Dus als ik op een feestje sta en ik benader iemand en ik zeg ik ben de goochelaar van de avond, dan zeggen mensen, oh, en je gaat straks heel hard praten en heel snel, want jij gaat me afleiden. Ik denk eigenlijk dat dat een beetje iets is uit het verleden en mede onder de invloed van nieuwe kennis over hoe wij in elkaar zitten en hoe ons waarnemingsapparaat in elkaar zit, kunnen we eigenlijk steeds minder met dat soort grove afleiding werken. Okay. Nou, dan gaan we nu goochelen, want we hebben al te lang gepraat eigenlijk. Goed. Laat me iets zien. Wat wil je zien? Kaarttrucken vind ik fantastisch. We doen hier verzoeknummers op Unity TV. Goed, nou, volgens mij ergens een kaartspel. Dit zijn bicycle cards, casino kaarten. Ja. Er zit meer beveiliging op dan op je bankbiljetjes, dus wie zou hiermee kunnen bedriegen? Niemand, lijkt me. 52 verschillende kaarten. Ja? Moet je maar van me aannemen. Trek er gewoon eens één uit. Ik ga even voor de microfoon zitten. Doe het even zo. Ik ga niet kijken. Dan kan ik wel de camera kan ik laten heb je zien. Er een? Laat hem even aan de camera zien, terwijl ik probeer een reflectie op te vangen in de lens van de camera met mijn getrainde oog. En nu mag ik het terug doen waarschijnlijk? Nou, zeg eens echt een stop terwijl ik hier zo aan het schudden ben. Stop. Aha, en leg hem dan hier terug op de door jou gekozen plek. Nou, ik word vaak gevraagd door mensen, hoe kan het toch? Dat jij een kaart laat kiezen, dat je hem terug laat stoppen op de door de toeschouwer gekozen plek en hem toch weer terug kunt vinden. Het heeft te maken met mijn getrainde oog. Als ik hier zo doorheen ga, ik weet niet of het jou zou opvallen in dit licht, maar voor mij ziet deze kaart er net iets anders uit. Deze kaart, de harte 4. Was dat je kaart? Ja, dat was uiteraard mijn kaart, ja. Dat is heel grappig. Wat nog heel veel interessanter is, is dat de rode harte 4 die je dacht uit het spel te halen, dat die al in mijn jaszak zat. Okay. Misschien moeten we het nog een keer doen. Ja, laten we het nog een keer doen. Onder testvoorwaarden. Onder, ja, dan gaan we het nog een keer doen. Dan is dit kaartspel, ik weet niet of de camera dit opvangt, of de doos, even de testvoorwaarden. De doos ligt op de blauwe kaart. Pak er nog eens een ik uit. Ik pak er nog eentje uit. Ja, je hebt er een. Ik heb er een. Ga hem goed bekijken. En laat hem ook even aan de camera zien. En dan wil ik wel dat jij beseft dat je een vrije keuze had. Hè? Ik heb een vrije keuze. Als je over 30 jaar terugdenkt aan dit moment, dan wil ik dat je beseft dat je een vrije keuze had. Dat je niet spijt krijgt, zegt, had ik maar een ander. Dus als je nog wilt, kun je wisselen. Je bent filosoof, toch? Ja. Ja, de vrije keuze. Schopenhauer, hoe heet je nou? Ik denk dat jij bij deze kaart blijft, omdat jij de zendtijd moet bewaren. Okay. Maar misschien speel ik daarmee. Dus misschien wil je nog wisselen. Oh, oké. Goed. Ik ben leg hem dan terug. Dank je wel. Nou, je zult het niet geloven. Hou eens je hand open, zo. Maar met één snelle beweging, dit is de snelle beweging, kan ik jouw kaart naar boven brengen, bovenop het spel. Jouw kaart, denk ik, de hattenboer. Nee. Aha. Ik zei nog, je zult het niet geloven, dat zei ik nog, toch? Ja, dat zei ik nog. Ik ga het ook niet geloven. Maar ik heb een verrassing voor je hier. Raad eens wat dit is. Ja. Klaver 5. De klaver 5. Ja. Oh, nou, als je het kunt raden, is het geen verrassing meer. Let eens op. Dit is nu de hattenboer. En ik heb hier de klaver 5. Dit is de verrassing. Haha, oké. <Okay. laughs> Laten we nog een andere truc doen. We hebben nu de kaarten gehad. Wat is nog meer leuk? Nou, je doet wat lacherig over dat geval. Nee, helemaal niet lacherig. Nee, ik vind het fantastisch. Maar als we elkaar waren tegengekomen 400 jaar geleden, zeg maar, toen de goochelaars nog beticht werden van hekserij, dan had jij mij gevraagd misschien om mijn hand boven je hoofd te houden en nog wat kwaaltjes te verhelpen. Mm-hmm. Die je zou kunnen hebben gehad in de 16e eeuw. Ik ga even jou in de goede stemming brengen met een glas wijn. Nou, dit is trouwens maar voor de afleiding. Ik zet hem weer terug. Heel veel betere wijn bij Raamsticht 2 op 8 november. Dit is een truc die ooit wel de gezondheid van de toeschouwers hebben bevorderd. De doeken van Quintino Marucci. Hij ziet er zo uit. Hoe zitten we in de tijd trouwens? We hebben nog één truc, dan is het laatste. Volgens mij is dit... Dit is een stevige knoop. Een stevige oude wijvenknoop. Misschien
wil jij even één einde vasthouden? Ja. Dankjewel. Oké, sorry dat ik verbaas me gewoon. En dan, Het is niet anders. We kunnen hier nog een einde aan vastbreien. Gaan we een einde eraan vastbreien? Goed. Quintino Marruzzi, die ging naar de ziekenhuizen van het Amerikaanse leger en die liet door de patiënten die hem waren aangewezen met psychosomatische klachten de knopen helemaal zelf in de doeken leggen. Ik geef ze aan jou zonder enige suggestie. Ik leg de knoop erin. En leg de knoop er maar zelf in. Leg er een stevige knoop in. Dankjewel. Nou, Quintino die liet vervolgens de knoop nog een keer zien aan degene die hem had geknoopt. En hij zei, dit is jouw probleem. Je kunt het verbergen. En je ziet dat het een heel stevig, complex iets is. Je kunt het verbergen, maar dan zie je het vaak alsnog. Zie je hem alsnog? Ja, ik zie hem nog. Je kunt hem heel goed verbergen, maar dan kun je hem nog voelen. Zou je even met 3 vingers de knoop willen pakken en in het wijnglas willen stoppen? Zo. Zo, precies. En dan gaf Quintino 2 uiteinden aan degene die de knoop had gelegd. En dan mocht degene heel langzaam trekken. En bij psychosomatische klachten zou het nog gewerkt hebben ook. Fantastisch. Nou, Tilman, bedankt dat je er was. Dank je wel. Ik raad iedereen aan, na deze voorproeven van bekwaamheid, om te gaan kijken bij de Late Night Show over Magic and Science, 8 november, Raamsteeg 2. Dank je wel. Bedankt. Dag. 14 november is in Sociëteit de Burgt de finale van de Leidse Poetry Slam. Een week eerder is bij Polaren een voorproefje op deze finale. Over dit alles spreek ik met Han Ruigrok van het Leidse Dichterschilde en Martin Aartenjong, co-stadsdichter van Leiden. Beide welkom. Welkom. Han, om bij jou te beginnen, want je bent juryvoorzitter van de Poetry Slam. Inderdaad. Het heet niet voor niets Poetry Slam. Wat is het verschil met gewoon normale poëzie? Nou, een slam is eigenlijk een strijdperk voor dichters. Het is een moderne vorm van poëzie brengen op toneel. En meestal gebeurt dat in een kroeg. En het reguliere poëzie die wordt gebracht vaak van achter een katheder en is wat stilstaand, terwijl een slam wat bewegelijker is. Ja, Martin, de slam, ja. Het is een soort battle. Misschien zelfs wat je bij rap af en toe ziet. Jullie gaan als dichters tegen elkaar opboksen? Dat gebeurt ook. Dat gebeurt meestal aan het einde van de avond, wanneer de 2 finalisten bekend zijn. En daar is bij veel slams is daar een battle aan vastgeknoopt, dat je dus om en om een gedicht doet. Ja. Ja, toch heb ik bij, als je dan... Toen ik dit voor ging bereiden, dacht ik van, bij poëzie, dan zie ik toch voor me dat er misschien wel een grote fauteuil staat. En dan zit een dichter achterover gezakt en een paar nette heren zitten er in de zaal, die voorzichtig klappen als iets klaar is. Nou, het zijn meer dames tegenwoordig. Meer dames tegenwoordig? Ja, die zitten in de zaal. Maar dit is dus niets van dat. Het is dynamisch. Ja, in principe is het dynamisch. Iedereen mag eraan meedoen, dus je krijgt een hele grote verscheidenheid aan dichters. Maar je hebt wel degelijk dichters die zich echt in dat slam circuit bewegen en bekend staan om hun dynamiek, inderdaad. En dan gaan we naar die finale toe. Dus eerst een voorproefje in Polaren, de 7e. 14e de grote finale. Wie doen daaraan mee? Nou, dan kijk ik even... We hebben een heel lijstje, hè? Het zijn er 10, geloof ik. Ja, het zijn er 10. Ja, ik weet niet of het interessant is, maar... Nou, noem er een paar op waarvan je echt denkt van dat moet wel even... Roel Weerheim, die is ook in Polaren. Jolie is hij ook in Polaren. Dan hebben we nog, even kijken. Ik ben het. Tanja Willems zou ook komen. Dat is een Leidenaar, toch? Ja, dat is een Leidse. Ja. Dus dit is op dit moment de enige Leidse die in de finale staat. Ja, en dan heb je uiteraard die Poetry Slam. Maar wat is het uiteindelijke doel? Want nu is het in Leiden, maar het is groter. Het wordt in veel Nederlandse steden en in Vlaanderen gehouden. En uiteindelijk gaat een winnaar, een publiekswinnaar of een jurywinnaar, die gaat door naar het halve finale van het Nederlands kampioenschap in Utrecht. Maar voor zover is, nogmaals, in Leiden hebben we dan eerst een voorproefje. En daar ben jij ook bij. Ja. Wat ga je daar doen tijdens dat in Polaren, de 7e? Meestal laat ik dat afhangen van wat de andere dichters doen. En dan probeer ik een beetje daarop in te spelen. Er zijn bijvoorbeeld vrij rustige dichters. En daar is nu ook wel sprake van een aantal. Dan doe ik er gewoon wat dynamischer gedichten tegenaan. Omdat het dan ook boeiender wordt voor het publiek. En ik had begrepen dat je ook een gedicht speciaal had voorbereid, toch? Voor de Poetry Slam? Of is het... ik heb een heel vrij groot arsenaal aan gedichten. En sommige gedichten zullen mensen meer zeggen van dat is echt slam, omdat het heel snel is. Maar ik heb ook hele rustige gedichten meer, die je eigenlijk meer misschien voor het lezen zou beschouwen. Maar die je wel degelijk op een podium ook tot leven kunt brengen. Ja, want die slam, daar ben ik benieuwd naar. En laten we het gewoon eventjes laten zien hoe het werkt.
Want jij kan dat dus echt, dat slam. Ik kan wel één gedicht doen waar je zou kunnen zeggen dat het een beetje meer een slam gedicht. Wat ga je doen? Welcome to Marlboro Country. Okay. Ik zeg altijd dat het een gedicht is voor mijn sponsor. Als hij dan eindelijk, na lang nadenken en het roken van een milde menthol filtersigaret van een inferieur Amerikaans merk, waarvan de naam mij ontschoten is, maar dat stevast in elke bioscoopreclame wordt aangeprezen als het merk voor jonge, gezonde, aantrekkelijke, sensuele, dynamische mensen op snelle jachten in exotische oorden, waar de temperatuur tot die van het menselijk lichaam oploopt, tot de conclusie komt dat alles in het leven twee kanten heeft, draait hij zich tevreden op zijn rechterzij en valt in slaap, terwijl het bed met hem in vlammen opgaat. Mooi. Jan, wat Martin nu doet, de slamstijl, daar zit meer in dan gewoon voorlezen. Want wat voor een, als jurylid, dat ben je zo meteen, ja. Naar wat voor aspecten kijk je op het moment dat er een slam voorgedragen wordt? Proberen verschillende uitgangspunten te kiezen. Expressie, taalgebruik, origineel taalgebruik, ritme. Sommigen denken dat als ze schunnige taal eruit slaan, dat wij dan ondersteboven vallen en dat we dat dan mooi vinden. Nou, begin er maar niet aan, bij mij in elk geval niet. Want laat maar zien wat dan smerig is. Hè. Breng het maar, dan moet je het ook laten zien, daadwerkelijk. Ja, breng maar onder woorden. Je kunt zeggen poep, ja, nee, daar hebben we niks aan. Als je zegt het is droog of regen, nou, zet een paraplu in de woestijn of zo. Weet je wel? Ik bedoel, breng het zo beeldend. Ja, want Martin, misschien dat als we het vergelijken met muziek, hè? Ja. Muziek, je hebt muzikanten die gaan helemaal uit hun bol. Ja. En uit de klassieke muziek zit iedereen netjes. Is het oude, het oude voordragen van een gedicht een beetje zoals klassieke muziek was? En wat jullie doen, de moderne pop? Muziek, kan je dat zo ongeveer vergelijken? Zou je het mee kunnen vergelijken? Eigenlijk is het ook wel voortgekomen uit, een soort popcultuur. Eigenlijk begon het in de jaren 50, jaren 60 al. Toen had je bijvoorbeeld de Beat Poets, die kwamen uit Amerika. En daar is bijvoorbeeld iemand als Jules Dilder, is daar heel erg door beïnvloed. Dus, en het liep eigenlijk wel gelijk op met een, je had ook in Liverpool, had je niet alleen de Beatles, maar ook de Liverpool Poets. En die begonnen ook heel erg met voordrachtspoëzie. Je kan wel zeggen dat Slam daar... het voorbeduurt. Ja, want waar let je zelf op het moment dat je gaat voordragen? Intonatie, lichaamstaal? Allebei eigenlijk, maar het is in ieder geval heel belangrijk. Het eerste is sowieso belangrijk dat je toch verstaanbaar blijft. Bijvoorbeeld het gedicht wat ik net deed, kan ik nog veel sneller doen. Maar ja, dan gaat het verloren. Het is allemaal heel belangrijk dat je inderdaad één geheel blijft. Het belangrijkste is dat het gewoon klopt bij wie jij bent, het gedicht wat je voordraagt. Ja, dat het aankomt bij het publiek, hè? Dat het publiek het meteen kan oppakken. Ja, want gaat dit verder dan alleen de tekst? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Maar geef eens een voorbeeld van hoe kan je dan iets sterker maken? Want je zei net poep of regen, dat is niet genoeg. Maar hoe kan je dat in je expressie, hoe kan je daar iets meer van maken? Ja, door het met je lichaam te laten zien. Dat kan sowieso. Ja, dat kan sowieso. Het grappige is, ik heb pas een grote slam gewonnen. Ik hou niet zo van het winnen eigenlijk op zich, maar wel, het is niet het doel op zich. Maar het ging gewoon ontzettend goed. Het was in Leeuwarden op een vrij groot podium. Maar wat ik deed, ik stond op mijn blote voeten op het podium. En dus heel stom, maar dat werkt. Omdat je dan echt contact hebt met die grond, dat het echt uit je tenen komt eigenlijk. Ja. Ja, kan je nog, ik ben nu toch benieuwd, ik heb iets meer voor. Kan je nog iets voor me doen waaruit blijkt wat nou die slamstijl is? Nou ja, je kunt bijvoorbeeld ook heel erg inspelen op het publiek. Bijvoorbeeld één gedicht en dan pak ik altijd een dame in het publiek die ik gewoon helemaal niet ken. En dan begin ik altijd, jou ken ik. En dan meestal, dan heb je sowieso al contact. En dan begin ik, het was in een vorig leven, een dag dat ik een pinguïn was. Voortlepelend uit Alaska doorstak ik toendra's en moerassen. Uitgestrekte vlaktes, bossen en een industriegebied. Ik knalde plots jouw armen in. Zal het je koud maken? Vroeg je zacht. Je stem was als een korenbloemenveld. Het sneeuwde in mijn oren. Hoe doe je dat? En ook van mee? Hoe gaat mijn lichaam verder lopen als ik geestelijk niet meer besta? Hallo, ik vroeg je wat. Heb je geen zin? Waarom die ogen zo op mij gericht? Waarom? Je zweeg seconden voort. Ik ben hem even kwijt. Je zweeg seconden voort, legde een klem van stilte op de afgesloten tijd die restte. Zei, het is het beste zo, vooral voor jou.
Je nam een mes en haalde alles open. Voor ik het wist, lag ik er al. Een kerstaanbieding in het schap. Een biologisch versproduct dat vrijelijk had rondgelopen. Leuk. Ja, ik zie wel. Ja, ik zou bijna gaan applaudisseren, maar ik zal me inhouden. Ja, dat mag natuurlijk. Ja, dat, nee, maar hij kent mijn waardering voor hem wel. Dus. Die Poetry Slam die gaat nu die gaat komen. Wordt een dynamische avond, neem ik aan. Dat is wel de bedoeling. Ja. Dat ligt niet per se aan mij. Nee, maar het hangt uiteraard af van de mensen die er komen. Ja, ja, ja. Maar ook van het publiek. En hoe kan je daarbij zijn? Want het is dus 7 november in Polaren, de 14e in Sociëteit de Burgt. Moet je kaartjes kopen of kan je gewoon aanschuiven? Nee, je kunt bij Polaren kun je zo naar binnen. Bel ze even en zeg ik kom eraan. En dan zetten ze een stoeltje erbij. En in de tuinzaal van de Burgt, het is gratis. Kom op tijd, want we beginnen echt om 7:45. Want het is een behoorlijk volle avond. Hè. Er zijn 2 rondes. Een ronde van 5 minuten per dichter en een tweede ronde van 3 minuten per dichter in omgekeerde volgorde. Ja, en dan moeten wij het als jury gaan uitmaken wie er wint. En het publiek kan stemmen. Dat is ook een publieksprijs. Ja, zeker. Okay. Hebben jullie er zin in? Ja, absoluut. Ja, elk jaar weer. Ik doe het nou voor de 10e keer, maar ik zou het niet willen missen. Wens jullie heel veel plezier. Han Ruigrok, bedankt dat je hier was. En Martin Aert de Jong, dank je wel dat je hier was. Na bijna 20 jaar keert de Leidato terug. De huishoudboerbeurs die op zijn hoogtepunt maar liefst 10 dagen duurde. Volgend jaar, 29 en 30 maart, is het zover. In Hangar 2 op vliegveld Valkenburg. Bij mij Monique Verhaar van Leidato en Frank Scheffer, standhouder zometeen bij de Leidato. Monique, eerst bij jou beginnen. Ik hoorde dat al een paar weken geleden dat de Leidato ging beginnen. Toen dacht ik, huishoudboerbeurs. Jeetje, waarom moet dat nou terugkomen? Waarom laten jullie het terugkomen? Nou, wij denken dat in deze tijd er wel een heel veel ondernemers zijn die zich op een vernieuwende manier willen presenteren. En we gaan er wel een 2.0 versie van maken, dus het wordt meer een lifestylebeurs. Mm-hmm. Maar aan de animo te zien merken we ook heel erg dat de mensen wel toe zijn om zichzelf weer op een andere manier te presenteren. En dat is heel erg leuk. Met een lifestylebeurs, in tegenstelling tot een huishoudbeurs. Ja. Het is niet zo dat je daar strijkijzers kan gaan uitproberen. Nou, misschien wel. Als daar een standhouder voor komt, kan dat wel. Maar het zal wel ook wat meer. Er zitten meer categorieën aan vast. Vorige keer in het verleden was het echt. Heel veel huishoudelijke producten. En nu hebben we ook toegevoegd Passion for Food. Dus echt ook dingen om te proeven. Dat was ook al bij de Leidato. En jullie springen in op de mannen? Ja, we gaan ook inspringen op de mannen. We hebben zelfs een categorie Men's World. En daar krijgen we ook al leuke animo voor. Dus we willen ook inderdaad bij deze editie ook veel meer de mannen naar ons toetrekken. Frank, jij gaat daar staan met je bedrijf. Ten eerste, wat doe je? Ik heb een bedrijf in een woninginrichting, verf, behang, een totaalconcept. Dus wij kunnen ieder van dienst zijn die een nieuw huis koopt. En waarom bij de Leidato? Wij willen onze horizon verbreden. We zitten al regionaal zijn we heel sterk. Maar wij denken dat Leiden is onze bolwerk. Maar daarbuitenom is het zo dat er nog heel veel te proeven valt voor nieuwe klandizie. En in deze tijd van crisis tussen aanhalingstekens, denk ik dat het tijd is om, zeker met de vernieuwende beurs die de dames organiseren, om ons juist te presenteren. Ben je overtuigd? Want ze zijn naar jou toegekomen. Uiteraard, je staat er. Ja. Maar was je gelijk al enthousiast? 5 minuten en toen was ik al klaar. Oké, maar dat kwam door Monique. Ja. Laat ik het zo zeggen. Speelde wel mee. Nee, de dames die hebben een supermooi plan. En ik als ondernemer was daar gelijk van overtuigd. Ik wilde er ook gelijk wat mee doen. Onder andere ook, wat ik denk voor Leiden heel belangrijk is, er is niet meer zoveel groots. Groenhallen zijn natuurlijk weg. Mm-hmm. En daardoor kan er ook niet veel groots meer georganiseerd worden. Toch is het in 2000 gebeurd, Monique. Toen is er een soort doorstart gemaakt van de huishoud, de Leidato, onder een andere naam ook. Ja. Dat is niet meer teruggekomen. Nee. En waarom denken jullie dat, want ik neem aan dat dit een jaarlijks evenement moet gaan worden. Waarom denken jullie dat jullie dit kunnen? Dat is wel een hele goede vraag. Waarom denken wij dat wij dit kunnen? Wij denken met z'n drieën echt een strategie te hebben bedacht. Om te kijken van, waar zijn nu ook die standhouders op zoek naar? En dat vragen we ook. We vragen ook van, wat willen jullie? En dat is een beetje de andere kant op denken. Want eigenlijk zien wij de Leidato als een feestje organiseren voor die ondernemers die er gaan staan. Hun moeten zich gaan presenteren en wij zorgen voor dat platform. En wat doen jullie ervoor om er een feestje van te maken?
Nou, we gaan dus ook een hele aparte entertainment tent bijzetten. Door middel van ook dat er modeshows georganiseerd kunnen worden. Of ondernemers hun product kunnen laten zien. Maar ook dat daar gewoon lekker een hapje en een drankje te doen is. Het moet een gezellig dagje uit worden. Dus er komt eigenlijk 2 dagen vol entertainment. Dat is maar ook Frank, de reden... Ben je niet bang dat de libellenvrouw daar gaat komen? Nee, helemaal niet. Nee. Ze zijn allemaal welkom. Natuurlijk, maar niet alleen de libellenvrouw. Nee, als ondernemer hoop je ook, laat ik zo stellen, ja, jezelf informatief te presenteren, maar ook zeg maar zakelijk naar buiten te treden en wat te verkopen. Uiteraard zijn dat standhouders. De een zal zeggen, ik wil alles verkopen. De ander zegt, ik wil mijn bedrijf als een soort showroom laten zien. Maar dat is ook voor die libellenvrouw. Want zoals mijn bedrijf, ik verkoop sfeer. En ik verkoop niet altijd direct een product, maar ik verkoop wel een plaatje wat men willen zien, als zodra ze zeg maar wat willen vernieuwen in het huis. Nou, de libellenvrouw is daar uiteraard welkom, maar ook de klusser. Ja, en de jongere mensen neem ik aan, want die moeten er ook naartoe, want het heeft wat oudbollig is natuurlijk een huishoudbeurs. Ja. Ja. Ja, want hoe kom je van dat stempeltje af? Nou, we noemen het al geen huishoudbeurs meer, dus dat scheelt. Dat blijf ik consequent doen. Ja, dat mag. Excuus, ik zal het nu een lifestylebeurs. Nee, dat maakt niet uit. Nee, maar door vooral heel goed van tevoren ook aan te geven wat we gaan doen. En daarom gaan we ook echt een heel aantal standhouders, eigenlijk alle standhouders komen ook in de krant staan. En gaan we in de media meenemen. Zodat ook echt wel duidelijk wordt dat het niet alleen maar voor de moeders is. Maar dat het dus ook echt voor het hele gezin is. En dat is echt wat we branden. Het wordt een gezellig dagje uit voor het hele gezin. Ook voor de kinderen. Veel entertainment, ook voor de kinderen. En niet dat oudbollige, dat gaan we een beetje... En wereldrecordpogingen, want het is natuurlijk... Ooit heeft Aad van der Luit zijn wereldrecord gehaald. Ja. Met het doorslaan van bakstenen tijdens de Leidato. Ja. Gaan jullie weer iemand uitnodigen die een stenen door gaat slaan? Of? Nou, Aad van der Luit komt sowieso ook weer stenen doorslaan. Maar die weet niet of hij zijn wereldrecord gaat verbreken. Met entertainment zijn we echt nog flink aan de slag om te kijken van... Hey, wie gaan we uitnodigen? Maar we willen zeker als er een mooi wereldrecord ergens in te verbreken is... dan gaan we dat... dan willen we dat... deze persoon bij wijze van nu uitnodigen om te komen. Ja, maar en dan nog over de standhouders. Frank, die is er nu bij. Ja. Ja. Maar wat voor een soort standhouders zoeken jullie nog meer? Wij zoeken standhouders die zich dus anders willen profileren. We hebben 6 categorieën. Wij zijn bijvoorbeeld ook op zoek naar partijen die zeggen van... nou, wij willen eigenlijk laten zien hoe onze dienstverlening is. Dus ook dienstverlenende partijen, die hebben we graag bij ons. Maar misschien ook wel een eventlocatie waar je je bruiloft of je feesten kan organiseren. Eigenlijk in elke categorie zijn er nog plekken vrij. En we zitten nu bijna op 50% vol. Dus we gaan de goede kant op. Ja. Ja, en dan is het wachten, want het is nog wel een eind weg. Ja, het is inderdaad wachten, maar eigenlijk vinden we het wel prettig om ons dan juist ook veel meer te gaan richten op de organisatie weer verder. We richten ons nu best wel wat meer op de standhouders en straks veel meer op de organisatie, de entertainment en hoe we bezoekers naar ons toe gaan trekken. Heb je er zin in, Frank? Ik heb er heel veel zin in. Is je stand al klaar? Ik heb hem al 3, 4, 5, 6, 10 keer ingericht. Je hebt er zoveel zin in. Je staat de hele dag je stand... Nou, echt, het is heel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Maar uiteindelijk wil je op deze manier je heel leuk presenteren. Dus qua stand ben ik er helemaal niet bang voor. Veel plezier dan. Frank Schepper in ieder geval. En Monique Verhaar, heel veel succes met het voorbereiden... en die 50 andere ondernemers te vinden voor de Leidato. Okay, bedankt dat jullie er waren. Okay, dankjewel. En dan wil ik onze overige gasten nog even bedanken. Han Ruigrok, Martin Aert de Jong en Tilman Andries. U bedankt voor het kijken en tot volgende week. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Zorgtalent.